In de Amsterdam Arena was de promotieactie van Electronic Arts rondom de nieuwe voetbalgame FIFA 2009. 4 selectieleden deden mee en ook hoofdsponsor Aegon was bij dit evenement betrokken. Ja, Aegon en videogames. Nou, eigenlijk is het Aegon en Ajax. En een groot gedeelte van onze fans, eigenlijk van de Ajax-fans, die gamen. En wij denken dat dat een fantastische manier is om ons te verbinden aan de gaming. En we zijn presentingspartner eigenlijk van vandaag, presentingsponsor van dit evenement. En volgend jaar met FIFA 2010, dan zitten we in de game. Dan staan we op de boarding. We staan nu al op het shirt. En daar zijn we natuurlijk beren trots op. En dat hebben wij voor volgend jaar nog eens keer uitgebreid met ook echt in de game te zitten van FIFA 2010. Was vandaag een unieke actie of komen er nog meer in verband met Ajax en Aegon? Nee, we gaan natuurlijk nog heel veel hele leuke dingen doen. Aegon is sponsor bij Ajax voor 7 jaar. En dit zijn een van de dingen die langskomen waar we met Ajax in overleggen. En dan het oppakken en proberen zo goed mogelijk onze sponsorship te ondersteunen. Staan de heren klaar? Wat mij betreft kunnen we dan in dit prachtige stadion gaan beginnen. Eens kijken, Urbi Emanuelsson. Ja, hij is het echt. Eens kijken of er nog meer grote verdetten zijn. Ik heb Gregory van der Wiel gezien, Mitchell Donald en Martina. En bij AC Milan zijn ze er allemaal. Allemaal. Alle grote verdetten in Inzaghi, Maldini, ze doen allemaal mee. Ook Bas Huis, het nieuwste talent van AC Milan, is aanwezig. Staat nog een beetje daar, lekker nonchalant zo van... Wat zal er allemaal gebeuren? Is lekker fris, Bas? Het is lekker fris. Bas is een echte voetballer, een echt voetbaldier. En hij is vandaag een van de sterspelers van AC Milan. Ja, normaal gesproken in het echt bij een grote wedstrijd, dan staat er een voormanager, een fieldmanager, die staat daar bij de middenlijn. En die geeft de scheidsrechter, wie dat dan ook mogen zijn, een teken van we kunnen beginnen. De scheidsrechter fluit voor de aftrap. Ik hoop dat we een mooie pot voetbal voorgeschoten krijgen. Emanuelsson. Sta 1-0 voor. 30 minuten, wat speelt het? Het speelt bijna. Zijn er betere bloedkillen? Onze rol, Marcus. Rennen! Wat doet hij nou? Hij mist een verschrikkelijke kans. Heel ongelukkig. Heel onverdiend ook. Maar ja. De doelman van Milan. Deze heroïsche wedstrijd in de Amsterdam Arena met 3-2 van Ajax. Ajax heeft alles gegeven. Urbi, waar ging het mis? Ik denk dat niet iedereen natuurlijk het spel kan spelen. En op het moment dat je wisselt van pop en iemand staat nog zeg maar in zijn eigen 16 te verdedigen terwijl die anderen helemaal voor zijn, ja. Dan loopt AC Milan dan zo makkelijk 1-1 op de keeper. Dus jullie moeten meer trainen? Ja, zeker. Ja, het is ook best wel moeilijk spellen, maar het was wel leuk om een keer mee te doen. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Heb je nog een reactie op hoe het met je ging en hoe je eigen spel was? Mijn eigen spel was niet heel best, moet ik zeggen. Maar ik zag ook een verdediger die ineens in de spits liep, hè Bas? Dus ik weet niet of iedereen door had dat we ook hadden gewonnen. Want iedereen liep maar op de plekken waar die niet had moeten staan. Maar het is lekker om in de arena te winnen. Goed, even allemaal deze kant op kijken. Hartstikke mooi. Mitchell, 3-2 verloren. Ja, jammer genoeg hè. Waar lag het aan? Het was een open huis bij ons. Maar ja, ze hebben gewoon een goaltje meer gemaakt. Ja, jammer.
Je speelt toch tegen AC Milan en dan zijn er toch wel betere spelers daar die rondlopen. Maar het is toch niet verdiend, neem ik aan. Want ik vond dat we toch veel kansen hadden, meer kansen. En ja, maar ja, ik kan toch zelf wel tevreden zijn met de assistje en het doelpuntje. Dus ik vond het wel leuk. Het ging niet geheel dramatisch, man. Naar eigen verwachting. Ik was geflankeerd door twee gruwelijke spelers, dus dat viel al heel erg mee. Dan moet ik wel zeggen dat ik spits was en nu nog switchte ik naar keeper. Dus dat was vrij lastig. Ik heb nog geen echte spelers gezien die dat in het echte leven ook doen. Tevreden over vandaag? Nou, niet helemaal tevreden natuurlijk, want Ajax heeft met 3-2 verloren van AC Milan. Nou, gelukkig is dat maar in de game. Maar op de manier hoe dit is neergezet, ben zwaar onder indruk over hoe het spel eruit ziet. En hoe levensecht die spelers zijn. En dat is natuurlijk fantastisch leuk. Je hebt echt het gevoel, zeker met Evert de Napel erbij, dat je naar een echte wedstrijd zit te kijken. Ik ben echt teleurgesteld in mezelf. Ik heb ondergepresteerd vandaag, absoluut. Wat vind je van het spel? Ja, leuk spel, zeker. Ja, mooi, echt, realistisch, ja. Leuk. Ja, ik vond het zeker leuk, zeker leuk. En vooral met zoveel mensen, dat is leuk. Ja, ik vind het een gekke game. Ik vind het echt, het is gewoon heel tof. Ik heb hem ook al een paar weken en ik speel hem regelmatig. Ik had dit nooit zo gedaan, be a pro, weet je wel. Dat is wel echt een stuk moeilijker. Dat je dus ook echt in een positie moet houden. Want ik ben gewoon gewend om dan ook al die 11 spelers te controleren, zeg maar. Toch met een slecht gevoel naar huis met de nederlaag? Ja, ik ga met een slecht gevoel naar huis, maar wel met een mooi Ajax-shirtje. Dus dat vind ik allemaal oké. Top, dank.